Yo, leuk dat je weer kijkt. We zijn vandaag weer op het water. Gisteren was het nog best wel goed gegaan. We gaan nu meteen even naar een stek waar ik altijd wel goed snoek vang. Kijken of die het doen, want het water staat nu aardig laag en die stek is best wel goed te slagen is. Als we daarmee klaar zijn, dan gaan we gewoon even kijken met kleine kunstaars, setjes, plugjes. Of misschien een roofblijtje of snoekbaars kunnen vangen. Waar is dit seizoen nog niet gezien. Dus ik ben benieuwd wanneer die een beetje gaan werken. Maar we gaan er gewoon weer wat moois van maken en we houden jullie op de hoogte. Nou jongen, goeie vis gehaakt. Hij ging er wel van door. Ja toch. Ik heb er wel zin in. Rust gaan. Ja. Het is een grote vis als je mij vraagt, jongen. Hij lijkt een stuk groter dan die van gisteren. Ja maat, lekker. Grote snoekbaars, man. Misschien een snoek, misschien een snoek. Lekker, maatje. Oké, rustig gaan nou. Komt ie. Grote snoekbaars. Snoekje? Ik dacht een snoek. Nou, die belletjes. Kan meer valletje zijn. Ah. Niet loslaten, jongen. Laat hem niet los. Lekker, man. Lekker. Nou, leg hem even snel op het meetlintje. Maar, snoeken was niet veel. Snoeken was niet veel. Uiteindelijk, bij verticale, pakken we toch een snoekje. Lekker toch? Lekker gevechtje. Ja, ik ga een fotootje maken, mag ze weer terug. Doe mijn hand zo vast in. Au. Ja. Lekker bloeden. Hoort erbij toch? Daar gaat ze. Lekker maatje. Tweede visje. Zo, die kan me niet, die kan me snel achteraan. Doe baasje denk. Niet zo groot. Ja, zo'n mooie. Goed geramd. Kom aan, kom aan. Ja, die was niet losgekomen. Nou. Tangetje. Zo. Mooi visje, mooi ram. Ik kan hem lekker opeten, maar... Hoppa, weg is die. Ja? Nou, hier net vlak voordat de hele school brazen begon. Toch wel weer een betere vis. Deze is wel goed. Hij is wel boos. Nou, we hebben gevonden dat dit zilveren kleurtje, Lunker City, dat is een shaker. Lekker klein. We pakken ze nu heel goed vandaag en gisteren. Het is ook niet heel helder water, maar het is ook niet heel troebel. Maar dit is wel een mooi vis. Ze zijn goed gevuld al. Ja. We hebben dus ontdekt dat we hebben wel een paar keer door die brasems heen geverticaald, geworpen ook. Maar dat schiet niet op, we hebben eigenlijk alle aanbeten er net buiten gehad. En dan vooral op een meter of 5,5, 6 meter diep. Ondieper pakken we ze niet. En recht tussen de brasems ook niet. Het zijn echt hele specifieke kuiltjes waar ze in liggen. En dan als we daar overheen gaan, dan pakken we ze heel goed. Dus weer wat geleerd. Van die mensen die zeggen altijd dat je met brood moet vissen. Maar het beste aas hou ik altijd liever voor mezelf. Goed, we zijn, hebben even uitgerust, even gechilled. Gewoon, de vissen beten echt niet meer. Dus nu hebben we gewoon gezegd van oké, dan gaan we eventjes op een plantenveldje kijken of we op kleine plugjes en klein kunstaas een snoek kunnen vangen. Dat gaan we nu even doen. En we checken jullie weer als het gebeurt. Ik zeg echt net. De hele rivier is doodgevallen. Ik schuif op dat moment gewoon een snoek over mijn bullybite heen. Het is geen grote. Maar wel sterk.
Hij heeft er wel zin in. Ja, echt zo. Hij schoof er ook echt overheen, joh. Ik zag hem. Kijk, ik heb hem. Ah, prima. Ja, mooi snoekie. Yes. Wauw. Wauw. Oké. Okay. Fotootje gemaakt. Is hij 80 of zo. Zo doen ze. Dan moet je ook wegzwemmen. Kijk, mooi vis weer. Punt gaaf. Gaat hier. Nice. Krijg echt een zieke ram erop. En ik had het niet verwacht, maar er zit gewoon een snoekbaars aan op hartstikke ondiep water. Zo, daar is hem. Nou. Kiek hem gaan. Kiek hem gaan. Vangen we zo waar snoekbaars op cranks. En goed gepakt ook. Dat is mooi hoor. Zo. Kijk hem beuken op dat ding dan. Goeie aanbeet? Ja man. Hard in één keer. Oké, ik ga hem even pakken voor je. Ja. Wat is er gebeurd jongen? Ik legde hem neer bij meetlint om hem te meten. Ik had hem niet heel goed vast bij skiën en toen kwam hij los. En toen sprong hij uit de boot. En we geen foto kunnen maken en hem niet kunnen meten. Hij was echt dik. Echt een dikke snoepbaars. Ja, die ging er 60 wel in. Waar had je hem? Nou, we hebben net een stukje geworpen weer met kleine plugjes. Het is hier nogal ondiep en er staan veel planten, dus dan kiezen we graag toch voor ondieplopere plugjes. Zoals deze bijvoorbeeld. Die loopt een metertje, 1,5 meter diep. Kan je ook snel vissen, kan je langzaam vissen en die heeft een heel mooi zweefmoment. En vooral in het troebele water vind ik deze kleur toch erg fijn. Vandaag was vooral de snoekbaars heel erg actief. Wat ik niet had verwacht, ik had eigenlijk verwacht dat we meerdere snoeken zouden vangen. Maar ja, gelukkig wel eentje gevangen, een mooie. Voor de rest alleen maar snoekbaars. Verder, dit plugje heeft een iets hardere ratel, loopt ook ondiep. Het zijn trouwens beide plugjes van Westin. Ik werp graag met plugjes van Westin. Dit is dan de Royal Bite. En deze hier is de Bully Bite. Deze zet ik heel graag in op mijn ondiepe visserijen. Die gaan los, hoor. Dit is wel de grootste van de dag hoor. Lekker formaat snoekbaars. Gaat er ook wel lekker vandoor. Ja, maatje. Beet gaat niet los. Ik wil dit echt zien. Ik wil deze echt graag zien. Ja, same. Harde aanbeet. De spanning. Ja, dit is echt snoekbaars. Ik denk de 70er. Naast. Mooie 60 erin. Wow! Oh, zo! Oh, oh, kijk rek. Dit! Lekker, hij is los. Man. Zo! Dit zie? Nou, 77. Echt prachtige vis. 77. Mooi sterk. Hij is ook dik. Hartstikke dik. Op het verticaal, flinke ram erop. Zo. Gisteren snoek van 91, vandaag 77 snoekbaars. 6 dagen op het water gelegen. 6 dagen van alles geprobeerd. En als dit sowieso zich zo uitbetaalt. Ja, geen woorden voor. Dit is vis nummer 14 van vandaag. En oh, wat een buffel. Gaan we even releasen. Oh, wat een vis. En weg. Yes. Lekker man. Ik ben blij mee zeg.
Kijk, daar komt nummer 18. Weer dezelfde spot. Precies toen we tegen elkaar zeiden, hier liggen ze. Nou. Hij trekt er wel lekker. Aardige vis als je het mij vraagt. Ja hoor, pak daar hebben we weer een. Nee, ik pak hem met de hand. Okay. Mooie zonsondergang. Nou. Kijk. Dit is weer een lekker hoor. We laten hem zien als hij voor de camera is. Goed. Weer een mooie, nummer 18. Dit is nummer 18. Prima formaatje weer. Ja toch? Nou, lekker. Fotootje maken, mag hij terug. Daar is 20. Vis nummer 20. Zie ik aanbeet dat. Die lijn sneed in mijn handen, jongen. Ik ben wel boos. Visje 20. 20. Yes, dat was hem weer. We zijn met 20 vis uiteindelijk het water afgegaan. 20 toch nog gehaald? Uiteindelijk wel. We hebben uiteindelijk nog een tijdje moeten doorvissen voor de 20ste en de 19e. Maar die kwamen uiteindelijk zowat tegelijk. Dus dat was mooi. We hebben ze echt op alle manieren gevangen vandaag. Kleine plugjes, setjes, noem het maar op. Helaas hebben we trollend geen geluk inderdaad, voor de verandering. We hebben dus eigenlijk alles verticaal werpend gevangen. Niet echt veel kleintjes, ook wel echt mooie vissen ertussen. Ook een hele mooie uitschieter, 77 centimeter zoals je zag. Max had een mooie snoek, ook nog een hele mooie gelost in de morgen. Dus te veel gelost vandaag. Te veel gelost vandaag. We hadden er wel rustig 30 kunnen zijn. Maar ja, we hebben 2 dagen enorm genoten. Mooie tijd op het water gehad samen. Daar gaat het uiteindelijk om. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Joep.